In de zorg gaan we steeds meer werken met technologie. Filans vraagt zich af, waar kunt u wel een robot voor gebruiken? Ik denk dat een robot wel handig zou zijn om onze cliënten wat meer spullen te kunnen brengen. Omdat we toch steeds minder personeel hebben, denk ik dat een robot heel handig zou zijn om cliënten te voorzien van hun spullen. Ik kan wel een robot gebruiken in ieder geval om brood te smeren voor mijn kinderen elke ochtend. En voor de administratie, want daar heb ik echt een hekel aan. Dus dat zou een robot van mij kunnen overnemen. Ik kan een robot gebruiken om het huishouden te doen. Nou, voor alle huishoudelijke karweitjes thuis die ik graag niet doe, dan heb ik meer tijd voor mijn werk en voor mijn hobby's. Om boodschappen te doen. Ik merk dat er weinig mensen beschikbaar zijn door natuurlijk bezuinigingen en de crisis. Om mensen bijvoorbeeld op een uitje of mee te gaan op een uitje. Of een keer een wandeling te maken met mensen om of een spelletje te doen. En daar zouden wij wel robots voor kunnen gebruiken, denk ik. Dat er meer mensen zijn op de werkvloer. Niet zozeer voor de primaire zorg, maar om dat soort dingen te doen. Om stof te zagen. Nou, ik kan wel een robot gebruiken voor de was op te ruimen. Ik vind dat een verschrikkelijk kwijtje en ik zou het heel fijn vinden als ik daar een robot voor zou kunnen krijgen. Gezelschap. En misschien de tuin doen, heb je tegenwoordig ook een robot voor? Ja, dat is inderdaad ook best handig. Oh, robot met groene vingers. Nou, dat was het wel van mijn kant.